www.deboodschap.today. Exponenten Bedrijfsleven doneren in samenwerking met LVV aan zorgpersoneel AZP. De uitbraak van het COVID-19-virus heeft voor de hele wereld enorme gevolgen gehad. Suriname is daarop geen uitzondering. In verband met verscherpte maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het virus worden door verschillende instanties extra maatregelen getroffen om dit tot een minimum te beperken. Door de regering van Suriname is aan de totale samenleving gevraagd zoveel als mogelijk mee te werken aan de geldende regels uitgegeven door het ministerie van Volksgezondheid in acht te nemen. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.